2-0 winnen van NAC. Ik hoorde het publiek toch wel een beetje morren in de tweede helft. Vond je het zelf ook moeizaam gaan? Nou ja, ik had het gevoel dat het eerst al wat moeizamer ging naar tweede. De eerste helft zaten bij Vlaag als we een goede aanval tussen zaten. We kwamen ook direct achter hun laatste linie en dan kwamen er ook kansen. Ook de eerste goal kwam eruit. Alleen we waren af en toe iets slordig. En tweede helft, ja, vond ik dat we beter speelden, dominanter waren aan de bal. Alleen ja, je speelt er een 5-4-1 verdediging van hun. En dat vergt geduld om daar doorheen te komen. Soms wil het publiek alles naar voren snel. Maar wij moeten soms ook gewoon geduldig blijven. En daar hebben we denk ik genoeg kansen gecreëerd, ook vandaag weer, om misschien wel 5 goals te maken. Alleen dat laten we dan na. Maar uiteindelijk win je meer tegen wat ik zeg, een team wat de bus parkeert. En dat is wat telt ook. Ben jij zo'n type die dan zegt, ja, het was dan misschien niet zo best, maar ja, telt maar één ding en dat is winnen? Ja, kijk, je gaat altijd analyseren wat je goed en slecht hebt gedaan na een wedstrijd. Maar in topsport telt uiteindelijk maar één ding en dat is winnen, zeker. Maar ja, je wil wel, wat ik zeg, een tegenstander domineren. Helemaal PSV zijn en wanneer je af en toe slordig bent, dan geef je het gevoel aan de tegenstander dat er weer wat te halen valt. En dat moet eruit bij ons. Bij Vlagen ging het ook gewoon goed. En wat ik zeg, tweede helft waren we heel sterk dominant. Creëren ook veel kansen. Dus kijk, als je 4-5-0 wint, dan sta je misschien weer heel anders hier te praten. Afgelopen week, iedereen heeft ook maar één ding gehad. Real Ajax. Ik heb jou er nog niet over gehoord. Wat vond je ervan? Ja, ik heb niet gekeken eerlijk gezegd. Ik heb het alleen de goals gekeken. Maar ja, het is voor het Nederlands voetbal is het natuurlijk goed dat zij doorkomen daar punten halen. En voor hen is het natuurlijk fantastisch hoe ze daar presteren. Uitzien bij Real, dat is toch een hele prestatie. Dus complimenten daarvoor natuurlijk voor hen. Maar nu kijken waar ze tegen gaan loten en of ze nog meer punten kunnen halen voor Nederland.